De Surinaamse politiebond onderhandelt de komende dagen opnieuw met regeringsvertegenwoordigers. De gesprekken moeten een oplossing brengen in de ontevredenheid van de bond en haar leden over hun lang gevraagde wensenpakket. In een persbericht van het ministerie van Justitie en Politie staat dat het departement, de bond en het staatsziekenfonds al onderhandelden over de medische voorzieningen van politieambtenaren. Bondsecretaris Atompai vertelde aan journalisten dat zij een platinumverzekering eisen voor alle leden. Morgen vindt de volgende onderhandeling met de president plaats. Dit gesprek zal gaan over de salarissen.